Hierbij delen wij u mede dat voor u, door de Maatschappij voor Volkskrediet, wederom faillissement is aangevraagd. Wij verzoeken u om de eerstvolgende woensdagochtend 9 uur voor de rechtbank te verschijnen. Hoogachtend, meester Schuwbracht. Stom dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Van een kale kip valt niet te plukken. Maar de kip heeft nieuwe veren gekregen. Ze gaan je salaris inpikken tenzij ze hebben iets kunnen regelen met Schuwbracht. Maar dat zal Dreverhaven nooit toestaan. Dreverhaven? Wat heeft die ermee te maken? Daar heb je dat geld toch van geleend voor die zaak? De Maatschappij voor Volkskrediet, dat is Dreverhaven. Wist je dat niet? Jongen, de halve stad weet dat. Daar zijn we nog niet zo snel vanaf, hoor. Maar zo terug. Die bank die is van hem. Die bank is van hem. Ik heb dat geld geleend van hem. Wordt failliet verklaard door hem. Nou? Schuld is schuld. Waarom heeft u niks gezegd toen hij hier was? Waarom zeg jij nooit wat? Ik ben een uurtje weg. Zie ik je straks nog? Ik ga mee. Waarom ga je er niet naartoe? Waar naartoe? Naar hem? Heb ik alles gedaan. Dat was geen goed idee. Dus jij doet niks? En vanochtend? Jawel, ik ga failliet. Dan ga ik mijn baan verliezen en dan ga ik nou eens flink op drinken. Vanmiddag zijn de eerste schoten gelost. En vanavond dreigt de situatie verder te escaleren. Gaan wij machteloos toezien hoe onze kameraden daar afgeranseld worden, uit hun huizen gesleept en in het gevangen getrapt? Of gaan wij vanavond nog naar de Ruigbroekstraat om de vijand te tonen dat we niet bang voor hem zijn. Om recht in de ogen te kijken en voor onze zaak te vechten. Jacob Willem, kom jij de schuld betalen? Heeft zij gestuurd? Nee, dat is niks voor haar. Waarom doet u dit? Dit? Dit, ja, tegen mij, tegen haar. Waarom? Je komt niet om zaken te doen? Nee, ik kom hier om te zeggen... Ik kom hier om te zeggen dat ik niet bang voor u ben. Mooi, dan zie ik je morgen op de rechtbank. Ik wil weten waarom u dit doet. Goed. We gaan een regeling treffen. Ik stel voor een afbetaling in 36 termijnen op dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke lening. Dit is een eenmalig aanbod. Ja, maar daar vraag ik niet om. Als het je niet bevalt. Dan niet. Breng hem maar naar huis, dan kan hij eens rustig over mijn voorstel nadenken. Ik heb niks van u nodig. Helemaal niks. Dan maar failliet.
Deurwaarde Dreverhaven met een bevel tot ontruiming in de Ruigbroekstraat. Deurwaarde Dreverhaven met een bevel tot ontruiming. Vanavond, dat geloof je toch zelf niet. Dit is zelfmoord. Kom over een week nog maar eens terug. Dreverhaven. Bij het uitspreken van mijn faillissement liet Dreverhaven zich nergens zien. Zijn zaken werden behartigd door meester Schuwacht. Een zekere De Wever werd benoemd tot curator. 12, 13, 14, 15 gulden van uw salaris. Weet u zeker dat u dat iedere maand kunt missen? Des te eerder zal de schuld afbetaald zijn. En u hebt elders geen andere bezittingen? Nee. Meneer De Wever, mag ik u een ogenblik onder vier ogen spreken?